jaar, dus in december, bekendgemaakt werd dat er ontslagen vielen bij De Morgen, bij De Standaard, bij VTM, bij de VRT, hebben we toen beslist om de reader te maken over de crisis in de media. En hebben we gevraagd aan professor Hilde van den Bulk om een algemene situatieschets te schrijven. En aan een aantal hoofdrolspelers om hun visie op die crisis te geven. Dus dat is onder meer Paul Deltour. En dan zijn we ook nog langs geweest bij Peter van der Meers van De Standaard, het Nieuwsblad, Rick van Kouwelaert van KNAK en Wouter Hillaert. Dat is een van de initiatiefnemers van Press for More. En daar hebben we ook nog zelf een stuk geschreven over de crisis in de media.